shirt. Ik ben blij dat ik erbij ben. Top jongens. Leuk. Leuk dat je er bent. Ja, Evo. Hij staat er al nu onderhand. Anderhalf jaar in deze livery? Ja, ik denk het wel, ja. Rick, je hebt die auto echt al heel lang, hè? Nou, ruim 15 jaar. Ja, eerste eigenaar dus. Ja. Hoe kwam je erbij om een Evo... Ik ben altijd al bezig geweest met auto's. Een maatje van mij, Mitsubishi Petersen, daar ben ik mee begonnen. Uiteindelijk eerst terrein rijden, toen met auto's, moet even sneller maken. Ook een Mitsubishi Galant gekocht. Nou ja, dan ga je naar de kleine 300 pk. Was toen de tijd, bijna 18 jaar geleden, was het veel vermogen. Was zo'n VR4 was dat? Nee, gewoon 2,5 liter V6. Oké. Okay. Ja, dat bestond toen, VR4 had je toen nog niet. En uiteindelijk ben ik dus naar de Evo gestapt. En toen ik hem kreeg, toen ik hem kocht, toen had ik meteen besloten van ik ga meteen tunen. Dus ik heb hem nog nooit standaard gereden. Hij is van, toen ik hem uit Amerika kreeg, meteen naar 400 pk gegaan. Daar een doorstap gemaakt naar 25. Was je de eerste eigenaar? In Nederland? Ja, ja, in Nederland. In Amerika. Met kilometers op de teller uit Amerika hier? Ja, ja. Okay. Ja. En toen eigenlijk meteen een budget vrijgemaakt en tunen. En toen zijn we met bioethanol beland op 520 pk. Ja, toen de tijd veel vermogen. En dat was ook een 2,3? Dat was ook een 2,3. En toen reed je op E85. Maar je bent je motor gaan stroken, zeg maar. Niet omdat hij kapot was dus, maar gewoon... Toen ik hem kocht, was hij helemaal... zat er geen bak in, zat er geen motorblok in. Dus dat was... Die puur de body gekocht? Ja, body gekocht, wel blok apart, snelspak apart. En die hebben ze bij autobedrijven hebben ze die erin gezet. Oké. Okay. Meteen al met die upgrades. Dus, Want waarom kocht je een kale body? Nou, toen was er eigenlijk, je kocht zoiets en er was ook niks te krijgen verder. Dus, internet bestond nog niet? Ja, internet bestond nog niet. Dus ja, alles wat we kochten, er zat een vreselijke lange leeftijd op. Ja. Turbo, er zat toen een GT3071R, turbo is erop gegaan. Ook niet verkeerd, maar... Maar ja, de leeftijd was een jaar. Remmen, nou ja, internet bestond toen nog bij wijze van spreken nog niet. Nee. Dus, En je bent zelf gaan zoeken of je hebt hulp gehad? Nee, dat heb USM gedaan. Oké. Okay. Ja, ik al wat mijn ogen zien slopen manden. Dus dat hebben jongens. Peter Ursem, zeg je? Peter Ursem, ja, autograaf Peter Ursem, ja. Okay. Pieter heeft ermee geholpen. Oké. Okay. want het is van origine een Evo 8. Origine Evo 8. Toen ik hem kocht, kon ik meteen beslissen van wat ik wilde hebben. Toen heb ik gezegd van, ik wil een Evo 9 bumper. Ik wil een Amerikaanse achterbumper. Zijn er meningen over verdeeld over de Amerikaanse achterbumper? Evo 9 interieur. Ja, en toen zijn we het blok eigenlijk gaan wijzigen. Nou, op een gegeven moment, 2 jaar geleden, heb ik besloten van, ik rijd al een poosje mee en ik rij om echt te rijden. Toen besloten van, we gaan alles weer opnieuw doen. En toen heeft NKZ het helemaal opgepakt. Het is een 2,3 strokenblok met een Garrett GTX 3582R, gebouwd door NKZ Motorsport. Op IMS gingen we testen met het blok zo. Uiteindelijk ging de versnellingsbak eraan van veel te veel vermogen. En toen hebben we een Samsonox dockbox besteld en die is erin gegaan. En nu zijn we dingen aan het testen. Ja. Ja, je kon het gewoon niet hebben dat de mensen sneller waren met de Reverend. Op een gegeven moment gaat het op een gegeven moment zo. Ja. Dus daar sta ik ze ook af. Ja. De Reverend, kijk, is natuurlijk ons evenement, ons hoofdevenement elk jaar. Jij bent van het eerste evenement was je er meteen bij. Ja. En je hebt elke meegedaan. Soms zei je wel eens dat je niet meedeed. En dan stond je er ineens, tot groot genoegen van iedereen, en stond je ineens achter me. Hartstikke leuk. Echter, toen jij naar die Reverend kwam, ik kan me herinneren, dat is Reverend 4. Toen heb je onderweg pech gehad. Ja. En dat was met die eerste motor die jij ooit... We zouden hem toen opfrissen en dat heeft toen een ander bedrijf gedaan. Maar ja, goed, inrijden, daar ben ik een beetje niet echt handig in. Dus ik ging meteen vol gas. Ja, het is voor het blok gewoon niet fijn. Dus toen ging ik meteen roken en klaar. Dus toen heb ik gezegd van oké, auto aan de kant. Toen heb ik inderdaad de auto laten afslepen naar huis toe. Toen hebben mijn personeelsleden toen mijn BMW, mijn dagelijkse auto, toegebracht naar de tuner. Snel even een beurtje gedaan. En dezelfde, binnen een paar uur ben ik op weg gegaan naar Duitsland, naar jullie toe. Ja, en toen stond je om 1:01 s'nachts ineens in Bonn. Ja, dat was super tof. Ja. Dat was echt leuk. Je hebt al heel wat dingetjes meegemaakt onderhand met de Reverends, met pech, met zowel de Evo, dat het... De laatste Reverend wist jij de politie al bij het hotel te krijgen voordat we überhaupt aan het rijden waren, door het alarm? Het zijn stomme dingetjes, inderdaad.
Dan kom je aan inderdaad, dan wil je gaan rijden, dan pak je je alarmkastje, die zo. En dan doet hij het niet. Ik denk, nou, het zal wel. Dan doe je hem aan, dan gaat het alarm aan. Het bleek gewoon een zendertje stuk te zijn. Echt de stomste dingen. Maar ja, goed, die auto staat wel in Duitsland zonder reservesleutels. Ja, en gelukkig mijn meisje is dus naar Maastricht gereden. Ik ben naar mijn gezicht gebracht, de rode Rik. En sleutels opgehaald en uiteindelijk konden we weer verder rijden. Ja. Maar ja, goed, dat kostte wel een dag. Ja, zonde. Ja, dat is zonde, maar dat hoort... Berg hoort erbij. Weet je, als je erop terugkijkt, weet je, dan, ja, dan is het ook wel een anekdote, toch? Ja, bedoel, we gaan tegenwoordig met de Reverend niet meer naar Duitsland om redenen dat we meteen aan de kant gezet worden. Terwijl we met de Reverend echt super netjes rijden. We houden ons altijd aan de wetten van de weg. Maar helikopters boven ons hoofd, op dat moment is dat allemaal heel spannend. Nu zijn we een jaar verder of twee jaar verder en dan is het toch stiekem eigenlijk wel heel, heel vet. Weet je, ja, dat is hartstikke leuk. Het is wel heel gek als je gaat aan het rijden bent met een clubpie. Vorig jaar reed ik samen met Marco, met Benjamin en nog een paar andere auto's. En dan rij je zo en dan de camera-auto's die erbij zijn. En dan rij je en dan zie je rechtsboven een helikopter. Leuk, rij je gewoon door. En dan kwartier zit je een 6 rechtsboven in je hoek. Nou, dan ga je toch even nadenken van oké, netjes gedragen. Toen zijn we ook aan de kant gezet, maar zonder problemen. Dus, ja. Gewoon nieuwsgierig en wat we aan het doen waren. Dus over het algemeen gaat alles veilig en wel. En ja, gewoon met veel plezier. En dat is gewoon echt leuk. Ja, dat is het ook zeker. En jij valt natuurlijk met het vermogen wat je tegenwoordig draait een beetje in twee werelden. Want tegenwoordig met de Reverend gaan er steeds meer supercars en hypercars mee. En dat vinden we superleuk. Vooral voor jongens zoals jij, die zich kunnen meten aan een McLaren of dat soort dingen. Om de mensen het stuip op het lijf te jagen van ik rij een oude Mitsubishi en ik rij een McLaren, maar ja, de Mitsubishi gaat harder. Hoe komt dat? Nou, hij draait nu, heeft nou 706 pk, 808 Nm. Inderdaad nog die dogbox erin, waardoor ik ook, NKZ heeft daar flat shift op gemonteerd. Dus ik kan gewoon vol gas rijden, hoef niet te liften en ik kan gewoon doorschakelen door de versnellingen zonder te koppelen. En dat scheelt heel veel tijd. Dus het, dan kun je aardig doortrekken. Het TSG en het van tegenwoordig PDK en wat allemaal in die hypercar zit. Oh, dubbele koppeling. Dat heb jij dus nu in principe ook. Ja, ik dus ken de techniek helemaal niet uitleggen, maar zeg ik al, het scheelt. We hebben een test op de bank gezien natuurlijk zonder flat shift. En met flat shift, nou, dat scheelt zoveel tijd. Want je, de auto lift gewoon niet meer, die blijft gewoon in de slot zitten. En die blijft gewoon doorknallen. Dat is gewoon heel leuk om te zien. En dat gaat gewoon veel sneller. Ja. Dus ik ben nu gewoon aan het oefenen, kijken hoe we de lounge goed kunnen doen. Dus, maar goed, ik rijd niet al te veel met die auto. Daar heb ik te weinig tijd voor. Maar ja, we zijn nu aan het testen, kijken hoe snel we de auto kunnen krijgen. Dus NKZ, die leest me heel vaak uit. En zo zijn we aan het testen. Super vet. Ja. Dus Rick, wat is nou de modificatie waar jij echt het meest trots op bent? Waar heb je nachtmerries van gehad? Wat heeft jou... meeste bloed, zweet en tranen gekost? Nou, het is eigenlijk, wat ik eigenlijk trots op ben, is eigenlijk het hele pakket. Wat NKZ gedaan heeft, Nick en Alan, die hebben echt gewoon ook hun woord nagekomen. Ik bedoel, ik wilde een auto hebben met 700 pk ongeveer. Die gasten zeiden van, hij bent gek, moet ook heel blijven. En ik ben wat eigenwijs. Dus ik heb toen ook gezegd vorig jaar van, nee, mijn airco, die wil ik dat die moet blijven. Die jongen zei van, Rick, je hebt geen ruimte meer, die turbo is te groot. Hij moet meer koelen, je hebt meer vermogen. Ik, nou ja, uiteindelijk gewoon mijn airco behouden. Met als gevolg dat hij inderdaad te warm werd. Dan gaat hij in noodloop. Er zit een halte computer in die hem daarin beschermt. Maar het hele pakket wat ze gemaakt hebben. Dus de 2,3 stroker, helemaal gemaakt, versterkt. De GTX Turbo die ze aangepast hebben en erop gezet hebben. Custom intercooler die van de Bel gemaakt heeft. Alles bij elkaar, samen met die dogbox, zorgt ervoor dat het gewoon een passend geheel is. En ja... Alles is gewoon, ja, zeg ik, echt op elkaar afgestemd en daar ben ik wel heel erg blij mee. En waar hebben ze het langste, waar heb je de langste hoofdpijn van gehad? Wat is nou echt iets waar je lang mee hebt gestuurd? Nou, accepteren dat die airco eruit moet. Nou, ja, dat was wel even een dingetje. Airco wilde ik wel behouden. En dat en zei ik tegen jongens, airco moet blijven. Maar ja, die jongens hadden ongelijk. Hij moest er gewoon uit. Die auto moest gewoon ademen. Ja, dan, en nu merk ik gewoon met een grotere intercooler en een grote radiateur dat hij nou prima gaat behappen. En hoe ga je dat straks doen als we een keertje naar de warme landen gaan? Nou, dan moet hij nou wel lukken. Er zit ook een spray op afgesteld.
Ja, dus maar jijzelf. Jijzelf. Ikzelf. Dus jij spray in het interieur. Hey, ik ga gewoon door. Ja, oké. Okay. Gewoon met lekker koppakking. Weet je het gewoon door? Ja, ik was een racecar, hè? Ja. We hebben natuurlijk de Reverend 5 hebben natuurlijk meegemaakt. Dat was zo bizar warm. Dat echt auto's in noodloop gingen. Ja. Gewoon hele normale auto's die in noodloop gingen. Dus ja, ik snap wel het punt van de airco. Ik bedoel, ik weet, je bent een ondernemer en je werkt meer dan dat je slaapt. Dat doet iedereen trouwens. Maar, maar ik bedoel, ik weet dat je altijd druk bent. Maar je rijdt met de Reverend 1 keer per jaar. En 1 keer per jaar doen we dat natuurlijk in de warmte. Dus ik snap wel je punt dat je je airco wil houden. Maar je hebt het lekker op moeten offeren. Op een gegeven moment moet je gewoon realistisch zijn. Ga je voor vermogen, dan moet je wat dingen opofferen. En dan ben ik op een gegeven moment, in eerste instantie zeggen van nee, wil ik niet. En nu is het iets van, ja prima, moet er gebeuren, moet er gewoon gebeuren. Dus vandaar ook geen compromis, airco eruit, meer ruimte en dan rij je meteen ook 10 keer beter. Ja. Dus we worden van die mooie 12 volt ventilatortjes op je dashboard. Ja, als ik een raampje open, land op gaan zoeken. Raampje open, oordopjes in en gaan. Ja. Oké, en wat staat er nog op het lijstje voor de komende tijd, komende jaren? Ben je van plan om ooit weg te doen? Of, Nee, in eerste instantie zou ik wel te denken van, nou, wat zal ik doen? Voordat we deze stap gingen ondernemen. Van, nou, zou ik naar een andere auto gaan, dit is een GTR. Maar ik hou gewoon van Spartaans rijden. Dus uiteindelijk zeg van, nou, oké, hier gaan we mee verder. Het vermogen is zoals ik het hebben wil nu. Wat ik wel nog anders wil hebben, zijn de remmen. En misschien een halve rolkooi erin. En dat zou het eigenlijk een beetje zijn. Kijk, het gaat mij meer om het vermogen dan om het uiterlijk. Dan zeg ik, dat is echt mijn, het fijnste wat ik ervan vind, is gewoon te rijden. En daar ben ik ook blij mee dat ik ook mee kan doen met de Reverend. Ja. Ja. Ik kan wel zeggen dat als je je onderstel ook nog eens aan zou pakken met wat wide line spulletjes of ultra racing spulletjes, dat soort met PU-rubbers en wat verzwaardere strut braces, dat wel dat is een hele verademing. Ik heb natuurlijk ook de Reverend gereden met mijn eigen auto en die had dat allemaal wel. En ik moet zeggen, in de bergen ga je dat wel heel erg appreciëren. Ja. Dus ik zou je aanraden om daar nog eens naar te kijken. Ja, dat zijn inderdaad fine tuning dingetjes om te zeggen van oké, het vermogen goed, rem niet heel onbelangrijk. Want ze trekken het gewoon niet. Zeker met acceleratie, dan kom je gewoon hard op een bocht af. Dan zeggen de remmetjes op een gegeven moment ook van ik heb even geen zin meer. Dus dat moet gewoon echt goed. En vandaar het weer verder. En stel deze gaat weg, hou je het blok dan voor de Dead Card? Een van je andere projecten? Billy de Dead Card, ja. Stel je voor dat ik hem zou crashen, dan zou ik wel kijken wat ik met de rest zou doen. Maar laten we niet vanuit gaan dat hij kapot gaat. Nee, laten we hopen niet. Laten we hopen dat ik hem helemaal. Sowieso de aankomende Reverend. Ja, ik kijk er erg naar uit. Billy de Dead Card. Ja, dat, Billy, Billy. Heel ander verhaal. En misschien moeten we die ook maar eens een keer uitnodigen in de studio. Moeten we wel een turbo opzetten. Ja, of een grote V8. Is dat nog mogelijk? Dat wil ik wel doen hoor. Alles is mogelijk. Nou, bedankt voor je uitleg, Rick. Ik denk dat we wisten al redelijk wat over de auto. Hè. We volgen hem al een aantal jaartjes. Maar toch leuk om ook jouw kant van het verhaal te horen erover. En de passie die erachter zit, de jaren die er al in zijn gegaan. Dus voor de kijkers thuis krijgen jullie nog wat mooie beelden te zien van de auto. Hij maakt echt een herrie, kan ik je vertellen. En we laten je natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Dus we hebben nog een kleinigheidje voor je. Ja. Onder andere van onze sponsor Meguiar's. Nou, dank je wel. Onze nieuwe partner Freshlabs. Zwaar ook. Dank je wel. En nog wat goodies vanuit Refwerk zelf natuurlijk. Thanks boys. Custom luchtverfrisser van de auto. Oh, Evo. Ja, nou. Gaaf. Thank you. Dus, top, ik ben blij dat ik erbij ben geweest. Echt vereerd dat ik mijn verhaal kon vertellen. Oh. Kijk, jullie weten, ik ben niet echt van de spotlight. Maar wat jullie doen... En ook eigenlijk voor de liefhebbers, want daar is het eigenlijk uit ontstaan. Moet ik wel even zeggen dat je wel een stukje respect naar jullie toe hecht. Dat jullie elke keer weer weten het spul weer voor elkaar te boksen. Voor iedereen. Hè? En maakt niet uit wat voor auto je hebt. Dat jullie gewoon elke keer weer een leuk evenement weten neer te zetten. Dus top. Ja. Dankjewel. 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 Ik krijg ervan blozen. Hoeft toch niet. Zoenen doen we zo meteen. Zoenen. Ja. Dit was weer een aflevering van Handmade. Mocht jij nou ook zo'n mooie Freshlabs willen. Onder in de beschrijving vind je de link. Naar Freshlabs, onze eigen webshop, Meguiar's natuurlijk en ook naar motorbloktafels.nl. Het is je misschien al even opgevallen,
We hebben een andere tafel staan dit keer. Eentje van Aventador, een V12. En deze worden allemaal op maat gemaakt. Dus mocht jij er ook eentje willen, kijk even in de beschrijving. Tot de volgende. Hoi.